Ja, koningin keek mee over je rechterschouder. Wolfgang Ebbers, onderzoeker bij NOVE Instituut, ja, oude, ja. Oude Telematica Instituut was het geloof ik, ja. Voor je het nog niet weet. Ja, we gingen het hebben over overheidsdienstverlening. Ja. Kun je bijvoorbeeld eens beginnen met, daar heb je onderzoek naar gedaan, wat valt er allemaal onder, wat moet ik me daarbij voorstellen, overheidsdienstverlening, e-dienstverlening? Hangt er vanaf even hoe je er naar kijkt. Er zijn mensen die zeggen, dienstverlening is een soort afdeling bij een gemeente. Die loketten waar paspoorten uitgedeeld worden, dat is dienstverlening. En dan hebben we daarnaast nog een afdeling die doet iets met participatie, een afdeling die doet iets met mensen weer aan het werk krijgen. En dat zijn geen afdelingen waar geen dienstverlening zit, dat is maar een organisatorische blik op dienstverlening. Ik beschouw dat echt allemaal wel als dienstverlening. In mijn optiek is dienstverlening de voorkant van het overheidsbeleid. Normaal vragen de schakel tussen burgers, ondernemers, instellingen aan de ene kant en de overheidsprocessen aan de andere kant. Ik zie dienstverlening ook ondersteunend aan het beleidsproces. Maar dat doet niet iedereen. Zeker niet in de gemeentelijke wereld, maar ook nog wel eens bij grote uitvoeringsorganisaties wordt dienstverlening apart gepositioneerd. Als van, dat zijn de mensen die de burgers te woord staan. En als het moeilijk wordt, dan gaat het naar de vakafdelingen en de back-office en dergelijke. Dus daar moet je rekening mee houden. Ik versta onder dienstverlening een complete palet van het burgers helpen bij voorzieningen waar ze recht op hebben. En ze wijzen of helpen bij het voldoen aan hun verplichtingen. Dus we hebben voorzieningen aan de ene kant in het beleidsproces, verplichtingen aan de andere kant in het beleidsproces. Belastingen, leges, noem maar op. En voorzieningen, denk aan toeslagen uiteraard, bijzondere bijstand, maar ook aan hulp in de huishouding, aan subsidieaanvragen of anderszins. Er zijn ongelooflijk veel voorzieningen, zeker op gemeentelijk niveau. En er zijn ook veel soorten van verplichtingen. En dienstverlening kan ervoor zorgen dat dat spel van geven en nemen, dat een beetje goed draait. Maar dat is een visie die ik zelf heb. Die, hoe ziet die elektronische dienstverlening dan uit? De elektronische dienstverlening ziet er nu uit als met name websites, steeds meer apps. Ik denk wellicht op de wat langere termijn daar waar nu fors geïnvesteerd wordt in concepten als living cities, ik bedoel smart cities en smart living, dus de slimme steden en de slimme huizen, dat daar vroeg of laat ook een publieke functie in te ontdekken is. Ik zal een voorbeeld noemen. In het slimme huis heb je slimme kleren die in de gaten houden hoe het is met je gezondheid. En met name als je een patiënt bent die een hartkwaal heeft, dan kan dat in de gaten worden gehouden. En dat verkort als het ware de aanrijdtijd van ambulancediensten op het moment dat ze zien van dat gaat nu niet goed met je, we moeten je uit je huis halen. En dan plaatsen we de patiënt op afstand in zijn eigen huis, maar we kunnen dat monitoren met al die slimme dingen waar nu fors in geïnvesteerd wordt. Dus het is nu nog allemaal in een laboratoriumopstelling of in eerste pilots wordt dat allemaal gedaan, maar vroeg of laat wordt dat gewoon geïmplementeerd. Dan speelt onmiddellijk de vraag, hoe zit het met aansprakelijkheid? Dat is een publieke vraag. Dat is een vraag van de publieke zaak. Hoe gaan we de aansprakelijkheid rondom, wat als het niet doet? Wie kan ik daarop aanspreken spelen? Maar dit is op de langere termijn. Op de kortere termijn, middellange termijn, kortere termijn is het websites, apps en dergelijke. En dat is een belangrijk onderdeel van de elektronische dienstverlening. En dat gaat dan om de aanvraag van je paspoorten, de aanvraag van de huursubsidie of de aanvraag van die... Ja, dat kun je dus steeds meer via elektronische kanalen doen. Dat heeft de overheid ook liever, dat scheelt. Dat lukt niet altijd. Er zijn natuurlijk nog heel veel burgers en ondernemers die of van intermediaire kanalen gebruik maken. Ondernemers zijn daar vrij gemakkelijk in, hebben daar ook businessmodellen voor waarop dat prima kan. Maar burgers zijn toch vaker wat op zichzelf teruggeworpen en bespelen dan ook vaak de wat traditionelere kanalen als balie en telefoon. Dat is een transitie die
De hoop was er ooit dat die transitie vanzelf zou plaatsvinden. Hè? De vervangingstheorie van communicatie, media, kijkers, die hebben dat geweldige internet. Dat hoeven we alleen maar te lanceren en dan komt alles goed. Nou, we weten nu beter. Dat gaat niet vanzelf. Dan moet een hoop gebeuren aan kanaalsturing en dergelijke. Ja. En, want we zijn er al een tijdje mee bezig. Hè? Dat e-dienstverlening horen we al een hele tijd. Ja. Hoe heeft zich dat ontwikkeld? Laat ik eerst een algemeen beeld schetsen. Neem ik de rapportages van TNS Nipo in de periode 2008 tot en met 2010, dan, waarin zij onderzoek hebben gedaan, was nou de waardering van burgers over dienstverlening in het algemeen. Dan zie je dat die 7, daar word ik verder mee te herinneren, want ik ken niet alle rapporten uit mijn hoofd, maar dan zie je dat die 7, waar de overheid heel lang naar gestreefd heeft, nooit echt gehaald is. En het feit dat het gemiddelde toch bij die 7 in de buurt kwam, geloof ik een 6,9, is met name te danken aan de traditionele kanalen. Als het gaat om complexe dienstverlening, waarin zaken worden afgewezen of niet goed worden toegekend, of als het gaat om elektronische dienstverlening, dan ligt die waardering niet zo hoog. Dat is het algemene beeld. Ik heb natuurlijk zelf ook een beeld van de dienstverlening. Ik doe zelf ook heel veel onderzoek. Ik bekijk en bestudeer heel veel elektronische diensten van overheidsorganisaties. En dan valt mij in ieder geval op dat het lastig is. Ook voor mij. Ik kom er wel doorheen, maar het is lastig. Het is lastig dingen vinden. En als je ze gevonden hebt, is het lastig dingen te begrijpen. De taal is niet altijd even makkelijk. En er zijn heel veel websites. En waar moet ik nou precies zijn? En als er zijn twee aspecten ook. Hè? Dus enerzijds het vinden. Vinden, ja. Je hebt al die verschillende overheidszones, al die verschillende dingen. Waar moet ik daar zijn? Bij welke loket ze brengen? Ja. En het tweede is dat vervolgens taalgebruik lastig is. Formulieren die lastig werken. Ja, dat is al het derde aspect. Dat is dat het lastig handelen is. Het is neem de werkmap. Dat is nu heel erg in discussie. Ik heb hem laatst voor een cursus voor DigiBeten moest ik hem activeren. Ik ben een cursus aan het ontwikkelen voor DigiBeten. Dan moet je het zelf uit gaan zoeken. Hoe werkt dat ding nou? En dan word je, als je cursusmateriaal ontwikkelt, als je anderen probeert uit te leggen hoe het werkt, dan pas zie je hoe moeilijk het is. En bijvoorbeeld om mijn profiel aan te maken, waardoor ik automatisch vacatures naar me toe kan krijgen, had ik iets van 10 stappen nodig. Waarin ik heel zorgvuldig gegevens over mezelf moest invullen om de fijnmazigheid van de vacatures die ik wil zien natuurlijk zo goed mogelijk op mij af te krijgen. Nou, daar kom je wel doorheen. Jij en ik. Wij komen daar wel doorheen. Er zitten ook heel veel groepen die er niet doorheen kunnen. En dus dat maakt het lastig handelen. En het feit dat het allemaal zo lastig is, heeft een bepaald gevolg, een bepaalde consequentie. Namelijk dat het onveilig is. Dat het onzeker is en dat het onfatsoenlijk is. Op dat laatste kom ik zo nog even terug. Even naar het onveilige. Pak weer de werkmap. In de werkmap kan ik aangeven, niet alleen maar vacatures op me afkrijgen, maar ik kan ook aangeven, joh, ik zoek een nieuwe baan. En dan kan je je cv publiceren en dan kunnen alle werkgevers dat inzien. Maar wat is daar nou het onveilige aspect aan? Daar zit een heel onveilig aspect aan. Tussen al die werkgevers kan jouw werkgever zitten. Want die zoekt ook altijd nieuwe mensen. Die ziet op een gegeven moment jouw naam langskomen. Dat moet je realiseren. Dat moet je begrijpen. Dat moet je geïnternaliseerd hebben. Als ik die optie in mijn profiel aanklik, kan het zijn dat mijn baas erachter komt dat ik nieuw een andere baan zoek. Dat hoeft op zich geen probleem te zijn. Het kan zijn dat je in een outsourcing traject zit. In een outplacement traject zit. Maar het kan ook weer wel een probleem zijn op het moment dat de baas dat niet weet. Nou, dan heb je wat uit te leggen. Dat maakt het onveilig. Ander aspect onveilig, sociale verzekeringsbank. Als ik inlog met DigiD op mijn svb.nl, dan kan ik daar de eerste stap in het wijzigen van mijn bankrekeningnummer zetten. Er komen nog een aantal andere stappen natuurlijk. Namelijk dat je zaken thuis opgestuurd krijgt. In ieder geval staat ook bij toeslagen zo. Maar het is een eerste stap. Het is dus in ieder geval in die context niet heel erg moeilijk om het leven van bijvoorbeeld je aanstaande ex wat moeilijker te maken. En dat is het onveilige aspect. Je hebt ook het onzekere aspect. Toeslagen. Hoeveel recht heb ik eigenlijk precies? Hoeveel kan ik aanvragen? Wat moet ik aan het eind van het jaar terugbetalen? Voor sommige mensen is dat wat ze moeten terugbetalen echt een probleem in financiële zin. Dus een bepaalde mate van onzekerheid sluipt erin, omdat het lastig is al die handelingen te verrichten en na te denken over hoeveel en wat en dergelijke.
Nou, dan kom ik op het onfatsoenlijke. Er is natuurlijk ongelooflijk veel geïnvesteerd in deze diensten. Maar toch zijn er hele grote groepen die er nog geen gebruik van kunnen maken. Maar ze hebben het wel betaald. Via belasting. Of anderszins bijdragen in het maatschappelijke spel. Dus we moeten iets verzinnen waardoor we die groep mee kunnen nemen. Dat zou ik wel zo fatsoenlijk vinden. Dus dat is even de schets van dienstverlening de afgelopen jaren. Hoe ik er naar kijk en wat er nu is. Ik ben niet ontevreden. Er is heel veel werk verricht. Maar nu lopen we tegen deze zaken aan. En dat had ook. Dat had ook anders gekund. Dat had anders gekund. Maar dat kan niet. Want we hebben één speler die het spel dan niet goed meespeelt. Dat is de politiek. Als je nu kijkt naar al die verbeterprogramma's die er lopen, als je goed kijkt naar de financiering van die verbeterprogramma's, dan zie je dat daar geen integrale financiering is. Er is geen centrale financiering. Dat is natuurlijk ook een politiek statement. Van den Burg, die vraagt om een deltaplan ICT in de Kamer en daar geen gehoor op krijgt. Het is een politiek statement en een politieke keuze om op een gegeven moment te zeggen, wij vinden die dienstverlening zo belangrijk, dat wij voor de verbetering ervan op de aspecten die ik zojuist noemde, dat we daar geld voor vrij gaan maken. Dat we daar een daadwerkelijk actieprogramma gaan inrichten, waarin ook de financiering helder is. En nu is vaak de financiering, zijn allerlei hybride modellen bedacht. Abonnementsconstructies, de gebruiker betaalt, de innoveerder betaalt, de bepaler betaalt, de betaler bepaalt en noem alles maar op. Waardoor de elektronische overheid nu wel voortgang boekt. Maar dat is allemaal afhankelijk van het enthousiasme van het beperkt aantal personen bij de manifestgroep. Bij de programmaraad E-Overheid voor Burgers. Bij de vereniging directeuren publieksdiensten. Daar zitten een aantal enthousiastelingen. Buitengewoon kwetsbaar. Want zij moeten zich daar individueel hard van maken. En moeten altijd kijken. Hoe doen we dat dan nou met die financiering? Ik denk dat het politiek zo lastig ligt. Omdat de elektronische overheid zoals nu gepositioneerd is ook volstrekt oninteressant is. Het is, elektronische overheidsdienstverlening is er om voor administratieve lastenverlichting of voor de overheid efficiënter en effectiever te maken. Er is natuurlijk niemand tegen. Dus er is geen political win op dit dossier. In die zin, je kunt er niet voor of je kunt er niet tegen zijn. Iedereen is voor. Je moet er wel af en toe ergens tegen kunnen zijn. Zoals je het nou positioneert, kun je er niet tegen zijn. En tweede is, het is nogal complex. En dan als je hier eens op drukt, gaat het daar mis. Als je hier iets goed probeert te maken, dan krijg je daar weer een expert die gaat zeggen dat je het verkeerd hebt gedaan. Dus je kunt het afbreukrisico, het politieke afbreukrisico, is groot op dit dossier. En dat zou je moeten veranderen, zodat de politieke keuze, politieke aandacht sterker wordt. En dan ook een keuze voor, hier gaan we dus met z'n allen wat van maken, beter wordt. Want anders blijft het individueel enthousiasme van een aantal bestuurders en hun adviseurs. Gelukkig, hè? Dus er wordt voortgang geboekt, maar het gaat wel ja, op deze manier. Nee, je schetst eigenlijk een beeld dus van versnippering, zowel van de verschillende partijen die ermee bezig zijn, ja. Als van ja. Ja, de geldstromen. En uiteindelijk dus levert dat versnippering op. Ja. En een kleine groep die zijn stinkende best doet om die versnippering tegen te gaan en daar te proberen toch nog op een of andere manier chocola van te maken. Ja. In allerlei bestuurlijke arrangementen die er zijn. Dat is heel kwetsbaar. Kijk ik nou naar de aanstaande gemeentelijke ontwikkelingen van de AWBZ en de WMO en jeugdzorg. Gemeenten krijgen een ongelofelijke pak taken op hun bord in 2012. Nou, mijn angst, misschien wel mijn voorspelling, is daar gaat helemaal geen aandacht meer zijn voor elektronische dienstverlening. Ik hou mijn hart dus ook vast voor die webrichtlijnen. Vorige week minister Spies aangekondigd om zelfs te gaan kijken of er wettelijke mogelijkheden zijn om die webrichtlijnen bij op gemeentelijk niveau er doorheen te krijgen. Tenminste, iets dergelijks heb ik verstaan. Om daar langzaam maar zeker dat proces steviger neer te gaan zetten. Tegelijkertijd zeggen die, ja jongens, dat is het verbeteren van de websites. Wij zitten met manifeste maatschappelijke problemen rondom de AWBZ en de WMO en de jeugdzorg.
ja, jongens, het moet uit de lengte of uit de breedte komen. En dan weet ik wel, dan gaat dat dus niet op dienstverlening zitten. Dat is mijn inschatting. Dat kan helemaal niet, gezien de ongelooflijke hoeveelheid resources die drie dingen die ik zojuist noemde zullen gaan vragen. Maar de gemeente kunt ook zeggen van, nou, dan moeten we dus meer samen gaan doen, meer samenwerken, ja. om betere dienstverlening, ja, te krijgen. Of, ja, inderdaad die basisgemeente van de kinderen, ja, inzetten. Precies, ja, dat is een goede oplossing daarvoor. Ja, maar de vraag is even, kunnen overheden, zeker gemeentelijke overheden, in deze tijd dat ze dit soort heftige decentralisaties op zich aangaan, waar ze dus echt, dat ik begrijp, wakker van liggen. Dat is ook duidelijk op het I-bestuurcongres gezegd, hè. Meerdere tracks daar aan de orde gekomen. Decentralisatie houdt mij s'nachts wakker. Mijn ervaring is, als dat soort operationele zaken een rol gaan spelen, verbetertrajecten vaak op het tweede plan komen. Mm-hmm. Dus ook de shared service center. Want daar zit natuurlijk ook een transitieslag. En aan een transitieslag zitten altijd transitiekosten verbonden. Ja. En... Maar is dat niet ook een mooie aanleiding om dan te zeggen van oké, we hebben die basisgemeente, we brengen dat, maken er gewoon een centrale dienstverleningsportaal voor. Dan heb je ook meteen het probleem opgelost van die versnippering. In ieder geval op gemeentelijk niveau. Ja, maar heel veel dienst. Nou krijgen we dus, nou gaat die wringen, hè? Mijn visie op dienstverlening en dan ook meer klassieke visie van dienstverlening. Van, het zijn een aantal processen. Faciliteer aan de loketten, telefoon opnemen. Daar kunnen we wel in een shared service center bij zetten. Ik zeg nee, dienstverlening is een onderdeel van je beleidscyclus. Het is het schakelpunt tussen de voorzieningen en de verplichtingen en burgers en ondernemers. Als je die shared service center beweging in gang gaat zeggen en je neemt dat niet mee, ja, dan blijft het inderdaad op niveau paspoort en dergelijke. De moeilijkere gevallen en de elektronische dienstverlening, daar pak je dan nog niet mee op. Daarvoor moeten andere zaken gebeuren. En mijn pleidooi is, enerzijds maak het dossier politiek interessant. Wallagen riep daar volgens mij ook al een keer voor op, een paar maanden geleden. En ik heb daar zelf nog een stukje over geschreven op de site van de ICTU. Het is niet mijn bedoeling om de boel op scherp te zetten, zo werk ik ook helemaal niet, maar je kunt prima in platitudes praten over de elektronische overheid. Als dat het politieke debat bevordert in de sfeer van voor's en tegens. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, kijk ik naar de visie dienstverlening 2020 van de overheid. Die de dagelijks bestuur van de regiegroep en de programmaraad E-overheid voor Burgers onlangs hebben goedgekeurd ergens 2010. Daar kun je heel duidelijk uithalen dat er, en dat is nog een stap verder dan open data, waar het gaat om persoonsongebonden gegevens, persoonsgebonden gegevens ter beschikking gesteld kunnen worden aan derden. Buitengewoon interessante diensten kun je dat dan ontwikkelen. Adviesdiensten en dergelijke. Als commercieel buitengewoon interessant, is goed voor onze economie. Keerzijde, privacy. Die twee staan op gespannen voet. Dus je kunt ervoor of kunt er tegen zijn. Dan kun je een interessante discussie met elkaar gaan voeren. Dan kun je scherper met elkaar in debat over die elektronische overheid. Ja. Of neem het maar doorgaan met het innoveren en de mensen die mee kunnen komen. Hoe los je dat op? Ja. Dus dat is advies 1, hè? Maak het politiek scherper. Advies 2? Maak het politiek relevant. Dat is het. Dat is de visie die ik heb op dienstverlening. Door het te koppelen aan verplichtingen en voorzieningen, koppel je het feitelijk aan beleidsdoelen. Maatschappelijke en economische beleidsdoelen. De overheid probeert beleid te maken en heeft daar voorzieningen voor, of verplichtingen, of gedragsveranderingen te bewerkstelligen met accijns en dergelijke, of überhaupt het hele voorzieningenstelsel te kunnen betalen. Heb je geld nodig? Dat is een onderdeel van je beleid. En anders is voorzieningen ter beschikking stellen. Subsidies om innovatie te bevorderen, subsidies om mensen aan het werk te krijgen, regelingen om mensen aan het werk te krijgen, regelingen om mensen te ontlasten in een thuissituatie. Kinderen, dus verbinden eigenlijk van dienstverlening aan, aan de beleidsdoelstellingen die je hebt. En dan maak je het niet alleen maar politiek interessant, maar dan maak je het politiek relevant. Ja. Nou, dan moet je dus goede dienstverlening hebben. Ja. Dus dat zijn adviezen aan de politiek eigenlijk. Ja. Ondertussen zien we dat er allerlei initiatieven zijn. Mm-hmm. Hoe kunnen we daar een extra stappen maken, extra verbeteringen maken om dat... Welke initiatieven bedoel je nou? Nou, dat weet ik
Invictus wat gaan, de Kings wat gaan, de Manifestgroep. Ja. Er zijn heel veel losse dingen. Ja, oké. Okay. Kijk, waar ze allemaal wel aan werken is... kijk, ze verbeteren al die initiatieven, doen op een, of andere manier iets aan het verbeteren van dienstverlening. Of dat nou valt in het kader van hostmanship, of dat nou valt in het kader van proactieve diensten en dergelijke. Ze doen er allemaal iets aan. Wat ik interessant zou vinden is om een drietal basiskwaliteitscriteria te nemen. Eenvoud, beheersbaarheid en bereikbaarheid. Je diensten zorgen ervoor dat het eenvoudig is om te voldoen aan je verplichtingen en aan je voorzieningen. Dat ze bereikbaar zijn. Duidelijke taal, webrichtlijnen en dergelijke. Mm-hmm. En dat het beheersbaar is, al die voorzieningen. Dat je dus kan zeggen, ik kan bij mijn data en ik kan ze eventueel daar waar relevant wijzigen. Zelf wijzigen en dingen aanpassen. Dat zijn drie kwaliteitscriteria waar heel veel zaken onder kunnen vallen. Wat ik interessant zou vinden. Burgerservice code, dat soort dingen. Burgerservice code valt in mijn optiek heel erg onder, laten we zeggen, de bereikbaarheid als een toegankelijkheidsaspect van elektronische dienstverlening. Beheersbaarheid zit daar ook bij. Ja, dus die, al dat soort pilots, waar het zou je, of projecten die nou lopen, zou je kunnen benaderen vanuit een pilotoptiek. En zeggen van, kunnen we niet vanuit de wetenschap samenwerken met de praktijk en zeggen van, kijk, doen jullie nou die projecten? Laat ons meelopen met die projecten en kijken welke effecten ze precies bewerkstelligen. Leidt proactieve dienstverlening tot simpelere dienstverlening? Zonder de privacy aan te tasten. Als dat zo is, leidt dat tot betere, het beter wegzetten van voorzieningen, leidt dat tot het beter voldoen aan verplichtingen? Ik denk dat dat mogelijk is. Die programma's, die verbeterprogramma's lopen toch, als we ze onder een koppel kunnen plaatsen van een R&D-programma in de zijlijn, met kennisinstellingen, dan kunnen wij vanuit de kenniswereld samenwerken met de praktijk en dat stap voor stap beter maken. Dat zou ik wel interessant vinden. Een soort gouden driehoek, zoals dat dan binnen dit huis heet. Ja. En dat is dan als het gaat op de middellange termijn. En op de korte termijn scherm ik natuurlijk met mijn initiatief DigiSterker. Mm-hmm. Waarover ik de komende dagen nog wat nog wat zal publiceren. En dat is een project. Dat is dat project dat loopt al. We hebben een pilotonderzoek gedaan in de gemeente Enschede. Dat hebben we gedaan samen met de UWV Belastingdienst. Openbare bibliotheek. Wat we daarin gedaan hebben is, die diensten zijn complex. Ze zijn lastig, ik heb het al beschreven. Daar doen we even niks aan. Ze zijn er. Met dat nu je op korte termijn niet zomaar gaan veranderen. Daar zijn die verbeterprogramma's voor nodig. Kijk wel naar de huidige situatie. En ga mensen die daar voor openstaan, en tot mijn grote verrassing waren dat er meer dan wij aankonden, helpen. In een korte cursus, elektronische overheid, aanvragen DigiD, maken ze een werkmak aan, vragen ze de ja-nee-sticker aan, kijken wat er gebeurt. Dat soort zaken, dat hebben we gedaan in de proefopstelling, we hebben onderwijsmateriaal ontwikkeld samen met die partijen die ik zojuist noemde. En we hebben dat op echte cursisten getest, getry-out. We hebben een heel low-profile communicatiecampagne gehouden in Enschede. En ik kreeg 3 keer zoveel aanmeldingen. Het was hele korte tijd, hè. Volgende week was het al. En dan echt soms stukje tekst onderin in het plaatselijke blad. En wat posters op die grindpilaren zoals in veel overheidsgebouwen staan. Niet opvallend. 3 keer zoveel aanmelding moesten ze mensen op de wachtlijst gaan plaatsen. Mes snijdt wat mij betreft aan 2 kanten. 1, je helpt die mensen op een hoger plan. Ze zijn er ongelooflijk blij mee. Mm-hmm. Dat is de ene kant. Aan de andere kant, dan zie je het zelf ook eens. Ja. Hoe moeilijk je het hebt gemaakt. Ja. En dat je ze kunt helpen. Ja. Want het uitgangspunt is natuurlijk uiteindelijk dat iedereen roept de burger centraal. Dat kun je digitaal natuurlijk heel goed realiseren. Ja. Ja. Dus door die diensten achter 1 portaal beschikbaar te stellen. Ja. De juiste informatie met elkaar te verbinden. Ja. Is dat een haalbaar plaatje voor de toekomst? Nou praten we over een ander probleem. En dat is het probleem van kennis en kunde. En zeker bij de overheid, van het goed ontwerpen van elektronische diensten. En dat is, die kennis is dun bezaaid, is überhaupt dun gezaaid.
Maar nu is die ook versnipperd. Want de UWV probeert wat, de Belastingdienst probeert wat. Ja. Kijk, de gemeente. Als je de burgers, altijd in meervoud praten, centraal gaat stellen in het ontwerpen van je dienstverlening, dan begin je daar ook in je ontwerpproces. En dat noemen we User Requirements Engineering. Je begint, en wat meestal gebeurt is van, men heeft een goed idee, komt een mooi ontwerp. Want het is van jouw eigen paradigma uit, van je beperkte paradigma uit, waar je vaak dingen over het hoofd ziet. Dan laat je aan een burgerpanel zien, vaak geen representatieve doorsnede van jouw burgerbevolking, en die gaat daar iets van vinden. Maar die gaat reageren op een idee dat niet geboren is bij hun. In de User Requirements Engineering werkt dat andersom. Je begint te werken, je begint met het bestuderen van bepaalde processen waar men tegenaan loopt. Vaak is dat cross-organizational, zelfs vaak cross-sectoral. Heel veel zaken zijn banken bij betrokken bijvoorbeeld. Heel veel processen zijn banken bij betrokken. Overlijden, dat is een mooi live event. Ja. Daar zijn natuurlijk ook verzekeringsmaatschappijen bij betrokken. Ja. Daar zijn, en dit moet je allemaal meenemen. Je moet de grote processen gaan bestuderen, de algemene deler in de processen ontdekken vanuit het burgerperspectief. En dat vereist diepgaande kennis van communicatiewetenschap. En dat vereist diepgaande kennis van informatiekunde. Er zijn heel weinig mensen. Dat zal wel de route zijn. Het is wel de route. Maar er zijn maar heel weinig mensen in de wereld die die kennis hebben. Van op die manier. En dan vervolgens dat vertalen in een architectuur. Maar dat begint met een instelling. Dat begint met een instelling. Begin met de keuze. Van we gaan dat op die manier doen. We gaan het op die manier doen. Vervolgens zoek je daar de juiste mensen bij. Ja. Vervolgens ga je die diensten, zowel overheid als andere diensten, verbinden. Ja, precies. Dat zou wel het ideaal plaatje zijn. Ja, dat is een ideaal plaatje. En dan krijg je bijvoorbeeld bij langdurig ziek zijn. Hè, dat noem ik dan een dynamische netwerkorganisatie waar je daarin terechtkomt. Dan kun je met 5 of 6 verschillende organisaties te maken krijgen. Afhankelijk van je situatie kun je te maken krijgen met de Belastingdienst, de UWV, de dokter, de gemeente, je woningbouwvereniging. En noem nog maar een aantal partijen op die ervoor moeten gaan zorgen dat jij bepaalde voorzieningen in huis krijgt. Of niet, afhankelijk van je inkomen en dergelijke. Daar moet je dus, als het gaat om langdurig ziek zijn, processen voor in kaart brengen. Maar dat gebeurt nu niet. Want dat zijn allemaal losse processen. Dat zijn allemaal losse processen. Ja. Kun je dus dat is eigenlijk aan de achterkant al die verbindingen leggen. Mm-hmm. Kun je nu even als laatste vraag ook voorstellen dat als we straks in zo'n wereld zitten, dat aan de voorkant er verbindingen ontstaan. Dus dat burgers bijvoorbeeld elkaar online kunnen helpen of LLA elkaar online kunnen helpen. Ja, maar sterker, daar zien we al eerst. Daar zien we al eerste ontwikkelingen van. Een paar jaar geleden ben ik met Albert Meijer van de Universiteit Utrecht begonnen dat te onderzoeken. We noemen dat Citizens for Citizens. En we hebben ontdekt dat zeker in de wat intensievere kennisgemeenschappen rondom expats wereldwijd, expats elkaar rond elektronische diensten aan het helpen zijn. Hoe moet ik dat nou precies doen als ik naar Nederland wil emigreren als kenniswerker en dergelijke. Dus daar gebeurt het al. Dat men elkaar helpt. Nou, dan moet je op die site zijn, of je moet die vergunning aanvragen, of je moet even opletten, je moet met die instantie contact zoeken als je in Nederland bent en dergelijke. Dus daar begint men elkaar te helpen. Maar dat is een ontwikkeling die in gang is gezet. Ja, en die zal voor een deel van de samenleving, als de diensten blijven zoals ze zijn, gewoon doorgaan zetten. Voor een andere deel niet. Een ander deel zal het lastig vinden om elkaar op te zoeken, omdat ze die media niet beheersen. Maar ik denk dat een andere groep die die media wel beheerst, op een gegeven moment zichzelf genoodzaakt ziet om het dan maar met elkaar te bedenken. Maar het kan altijd beter natuurlijk. Het kan altijd beter. Ja, absoluut. Oké, dat waren mijn vragen. Dankjewel. Graag gedaan. Ja.